Oké, okay, gezellige middag, hè? Gezellige middag, ja. We gaan een vleugje maken. Ja, oké. Okay. Ik ga nou wat even wat minder, want... ja, zeker. Oké. Hoi. We zijn hier bij buurtschap Den Hooiberg en we vragen even wat is de creatie voor de komende carnaval van buurtschap Den Hooiberg? Nou, we zijn momenteel bezig met de Formule 1 uit te beelden. Het motto van ons is we breien ons veur op de topcoureur. Ja, wat je eigenlijk ziet zijn racewagens en ja... We beelden eigenlijk vooral het maximale wat in de Formule 1 zit, willen we eigenlijk dit jaar heel graag uitbeelden. Dus dat is een beetje de bedoeling. Vind je een mooie carnavalswagen? Ja. Mag je ook mee helpen? Ja. Ja, wat voor details zijn er dan? Ja, wat je ziet, we hebben 3 racewagens op de auto. En op de wagen, dat betekent dat we ook 3 koppen hebben. De bedoeling is dat tijdens de optocht ook 2 raceauto's rondrijden. Er komt een pitstop, we hebben pitspoezen. Dus echt alles wat erbij komt kijken, dat zit in de wagen. Dat zijn de figuranten, die pitspoezen? Ja, dat zijn figuranten. Ja. Ja. Oké, okay, leuk. En dan wens ik jullie veel succes. En zit je op schema? Ja, we lopen wel op schema. Dat komt helemaal goed. Nou, ik zie al veel wit, dus dat is een goed teken, hè? Ja, oké. Okay. Alleen een paar kleur erop en dan... ja, het is over 3-4 weken in stal, hè? Dus het schiet al op. Oké, okay, succes. Dankjewel. Doei. Ik lijkt wel een Sinterklaas. Ja. Ik ben een beetje Sinterklaas ook. We zijn hier bij CV Constant Amers. Het is hier ook Constant Amers, geloof ik, hè? Zeker. Nooit hetzelfde. Ja, wat is jullie creatie voor de komende carnaval? Wij bouwen eigenlijk over het voorbereiden in de keuken. En dan van alles, zeg maar, van het eten voorbereiden in de keuken tot uiteindelijk moet het op tafel komen. Dan hebben we eigenlijk verschillende poppen, mee ook bijvoorbeeld een varken die niet zelf aan het spit zit, maar die zelf iemand op een schaal heb liggen met een appel, zeg maar. Dus eigenlijk omgedraaid. En zo hebben we eigenlijk een beetje van alles waar over het voorbereiden in de keuken en eten en dat soort dingen. Ja, de kok, de kelner en alles, de keukenmeid. Eigenlijk allemaal bij, inderdaad. Ja. En jullie zijn proeven draaien nou? Ja, dat klopt. Altijd van tevoren gaan we 1 keer een nachtje alles in elkaar zetten. Om te kijken of dat alles past. En volgens mij past het allemaal. Ja, grotendeels wel, maar we zullen nog wel wat kleine aanpassingjes moeten doen hier en daar, want het komt er net niet helemaal allemaal uit. We zijn hier bij CV Worstenbrood en Niels, kun je uitleggen wat jullie creatie is voor het komende carnaval? Ja, 2016 is voor ons het jaar van de bouw. Ja, zoals je ziet, Furaan de uitvoerder, die de tekening vasthoudt. En zo gaan we langzaam naar achteren. Eerst vinden er een aantal sloopwerkzaamheden plaats. En na de sloopwerkzaamheden gaan we natuurlijk echt beginnen met het opbouwen. De metselaar die, is per ongeluk opgepakt door de kraanmachinist. En zo zetten wij alles mooi netjes in elkaar. En ons motto is dan ook de bouw trekken we aan. De 7 Worstbrood neemt het aan. En we zijn al een eind op weg. We hebben nog een paar weken te gaan. En we gaan goed ons best doen. Dus Oké, we zijn gearriveerd bij CV De Dwarsliggers, hè? Ja, dat klopt. Klopt helemaal. En wat voor creatie hebben jullie? Kun je uitleggen wat het inhoudt? Wij bouwen dit jaar op het motto en dat is we breien ons fur. En wij hebben iets verzonnen van we breien ons fur op de strijd. En dan beelden wij alle carnavalsverenigingen onderling uit die de strijd dan gaan met elkaar voor de grote beker in het Alpenland. Dus daar komt het op neer. Dus je probeert het best een beetje voor te zetten. Hè? Mag je het alle mooie koppen gemaakt, zie ik? Ja, er staan 2 koppen. 3 plak klaar, maar we hebben nog werk zat, kort seizoen. Dus, Ja, maar dat is bij de andere buurtschappen ook, hoor. Hè? Het komt altijd op de laatste loodjes aan. Hè? En heb je een flinke ploeg om hier te bouwen? We zijn in totaal met 21 man.
Maar ja, dat is de laatste week eigenlijk. Maar meestal deze week een man of 8 in de schuur wel. Dus ja, kom maar goed. Wij zijn beland bij CV Korschot. En kun je vertellen wat jullie creatie is voor de carnaval 2016? Wij bouwen dit jaar een piratenschip. Een piratenschip met verschillende koppen. 4 koppen komen er op de wagen te staan. Eigenlijk 1 heel groot schip. We proberen de compositie 1 geheel te houden. Het piratenschip zelf heeft eigenlijk vrij weinig met motto te maken. We proberen nog een leuk motto en een leuke draai aan te geven met we breien het voor. Maar ook meer met het idee van ja, we hebben het nummer gewonnen. We gaan ons eigen volle bak inzetten voor Rijsbergen, voor het carnavalsnummer. En wat we allemaal extra op de carnavalswagen kunnen doen, dat kan heel mooi bij dit thema. En wat we eraf kunnen laten, dat doen we weer wat minder. Dus dat is eigenlijk meer het achterliggende idee van dit ontwerp. Dus. Jullie zijn al een heel eind, zie ik. En ik zie ook bepaalde methodes die je met een verrespuit, doe je dan plakken of zo? Ja, we zijn eigenlijk nu een week of 8 bezig momenteel. En hebben we eerst gelast. En nou momenteel zijn we aan het tapen, zoals je hier kunt zien. Dan doen we eerst de tape aanbrengen op het betonijzer. En dan met de verre spuit en lijn brengen we schuim aan op de wagen. En dat doen we om extra vormen te creëren in de wagen. Dus kunnen we mooie plooien mee krijgen in mouwen. En extra details op de wagen aan te brengen. Leuk, nou veel succes met de wagen. En we zien het wel in februari met de carnaval. Succes hè? Dankjewel. Ja. We zijn hier bij CV De Knaapjes en Koen, jij kunt wel uitleggen wat jullie creatie is voor de carnaval 2016. Ja, ja dat moet mij wel lukken denk ik. Wij bouwen gewoon voor op de motto, we breien ons voor. Dus wij bouwen voor en wij een schaap, dat is, daar komt de wol vandaan zeg maar van wat het motto is van onze wagen. Van een schaap gaan ze naar een spinnenwiel, dat staat boven op de wagen. Dan wordt de wol gebreid naar Pijnis en die maakt voor ons een mooie das voor in de winter en mee carnaval rond te kunnen lopen. Ja. Nou, dat is leuk bij elkaar verzonnen. Ja. Ja. En er zit beweging in, zie ik? Ja, er zit beweging. Voor het schaap beweegt dan, zeg maar. Het spinnenwiel wat boven de wagen komt, dat gaat draaien. Achterop komt de vrouw, die zit in een schommelstoel en die beweegt op en neer. Nou, leuk. Ja, nog een week of 3, hè? Dan moet het er helemaal staan. Ja, klopt. Ja. We hebben nog veel werk, maar ja, dat is knaapjes eigen dat het laatste moment gevlamd wordt. Ja. Goedemiddag. We zijn hier bij Goed Zat Geleuter. En volgens mij kun jij wel uitleggen waar jullie aan het bouwen zijn. Jazeker kan ik dat. Wat wil je allemaal weten, Jan? Nou, ik zie hier een hele creatie en het ziet er al geweldig uit. Maar het zijn allemaal stukjes en brokjes nou natuurlijk. Maar wat moet het worden? Ja, inderdaad. We bouwen dit jaar een grote wagen, maar wel in kleine stukjes. We moeten alles door elkaar zetten tijdens net voor de optocht. We bouwen dit jaar de buitenaardse invasie. We gaan als aliens rondlopen in het dorp. En je ziet van voor tot achter zie je aliens, buitenaardse invasie, de meest vreemde koppen. Iets heel anders dan dat je gewend bent van ons. Maar we hopen dit jaar iets moois mee weg te zetten. Nou, zover ik het kan zien, wordt het wel een geweldige creatie. Wordt prima. Dan gaan wij ook vanuit dat het een mooie wagen gaat worden. Nog 4 weken werk, maar het moet helemaal lukken. Ja. Hebben jullie een grote bouwploeg? We zijn met rond de 40 leden op dit moment. En dan hebben we 10 fanatieke mensen die hier bijna iedere avond staan. En alle dames hebben natuurlijk nodig de komende weken om de wagen dichtgeplakt te krijgen. Zijn er nog figuranten bij? Ja, we lopen met ongeveer 30 man figuranten lopen dit jaar mee in de optocht. Nou, dan wens ik jullie veel succes. Dank u wel. Bedankt.